Is hier de Virato? Ben ik op de Virato? Oh, dat moet ik wezen. Oh, meneer Brommeister. Hallo. U bent toch niet die mevrouw die net gebeld heeft, hè? Ja, Bert de Bok. Ik heb meer gebeld. Mevrouw de Bok, dit is een rechtstreekse televisieuitzending. We zijn net begonnen. U komt... Wat zit ik ineens midden in? U zit erin, ja. Oh, echt? Ja, wat leuk. Doeg, mensen, kijkers. Zeg, meneer Brandmeester, mijn ding is stuk, mijn video. Ja, ik weet het. En ik moest dat voor mijn man Arie, ja. Moest ik dat opnemen, hè? Mijn Arie had gezegd dat ik dat op moest nemen. Ja, ik had u beloofd, ik zou het proberen voor u, maar ik had gezegd na de uitzending, want we hebben nu een rechtstreeks televisieuitzending. Ja, maar dan ben ik die Leo Segers en Aquaduct en, hoe heet die Oscar Harris. Ja, die komt ook. Ja, die moet mijn Arie allemaal hebben. Ja, maar... Weet u wat u misschien het beste kunt doen, mevrouw de Bok? Nou? Er is daar nog een stoel vrij voor iemand die niet gekomen is. Oh, dat vind ik toch al leuk, hè? Oh, is die niet leuk, hè? Wat vind ik hier eigenlijk? Mevrouw de Bok, ik weet het goed gemaakt. Ja. Gaat u nou daar zitten? We zijn hier op de Virato. Er is dus van alles te krijgen. We hebben videocamera's misschien voor u. Videoapparatuur. Als u nou lekker daar gaat zitten, dan kunt u alles zelf opnemen. Is dat niet de goede oplossing? Dat is het eigenlijk. Nou. Mag ik daar eens zitten? Gaat u lekker zitten daar. We zullen alle apparatuur naar u toe brengen. Dank u, dank u. Kan ik dat even bij u kwijt? Het is voor mij, het is mij natuurlijk. Dank u, meneer Rondstijp. Hartelijk welkom, mevrouw. Heerlijk, hè? Zit u lekker? Heerlijk. Goed, mag ik dan nu doorgaan? Tuurlijk. Hartelijk welkom bij de Tros Virato Show 1980. We hebben tal van bekende namen in dit programma zitten. Ook wat verdetten die u misschien nog niet zo goed kent. Maar hun muziek zal u ongetwijfeld bekend in de oren klinken, want ze staan allemaal hoog genoteerd in de hitparade op dit moment.